Hallo kijkers van Voltrain Machine 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Wetro Beacon. De vorige keer hebben we het laatste stukje van de rails voor de terugweg gemaakt. We zijn even naar dit dorpje gelopen om te kijken hoe ver het nog was. En dat was nog heel ver. Maar wat ik vandaag eigenlijk wil doen is, ik wil graag beginnen met zeg maar een soort race. Ja, terug naar mijn huis. Dus ik ga eten. En zeg ik 3, 2, 1... En ga ik rennen. En ik ga inschatten dat het zo'n 3 minuten duurt. Jongens, jullie hoeven trouwens de tijd niet te meten. Ik hou de tijd wel bij volgens mijn timer. Maar jullie mogen wel inschatten. Zet even in de comments neer voordat je de video verder spoelt. Want als je dat verder spoelt, dan ben je gewoon een dikke cheater. Maar jongens, zet dan even neer hoe lang jullie denken dat ik erover doe om thuis te komen. En ik ga met de rails. Dat moet je ook mee gerekend hebben. Dus ja, jongens. Vraag. De vraag is, hoe lang denk je dat het duurt voordat ik thuis ben? Een leuk inschattingsvraagje. Plus het is nog donker ook. Dus ik wil het gewoon heel graag weten van mezelf, hoe lang het duurt. En daarmee hebben we ook nog meteen een leuk spelletje voor jullie. Oké, we zijn bijna bij het dorpje. En nu, we zijn al over de 1 minuut heen. Ik blijf het af en toe een beetje vermelden. Ik blijf zeggen 3 minuten. En weet je wat? Ik ga het toch leuker voor jullie maken. De persoon die het juist raadt. De naam van de persoon die het juist raadt. Ga ik vermelden. En niet de volgende. Maar in aflevering. Even kijken. Oké, hoeveelste aflevering zijn we? Want ik laat het even een... Oké, eerst al die zombies en dan ga ik rustig mijn verhaal vertellen. In ieder geval, de kijker die het juist raadt, die naam van die kijker, ga ik in de aflevering van morgen... Nee, niet morgen. Van overmorgen vermelden. En waarom niet morgen, vragen jullie je waarschijnlijk af. Omdat het meestal wel even duurt voordat iemand mijn video's even bekijkt. En niet één dagje van maken. En waarom zit iemand mij op Skype nu meteen weer te chatten? Heel irritant zoiets. Maar ja. Ik draag trouwens dat ik mijn Skype uit had gezet. Maar oké. Dus nog één keer. Dat jullie raden hoe lang het duurt. Ook met dat van die rails erbij net. Dan ga ik jullie naam vermelden. De winnaar. In de aflevering van overmorgen. Dus ik ben benieuwd wie er gaat doen. Ah, dit is gewoon gevaarlijk. Oh, ik moet even wat eten. Snel, die zombies weg. Ah, ik ga bijna dood hier. En mijn rails is ook nog kapot. Was ik zo blij dat het net allemaal gemaakt was, is nu weer kapot. Ik ben goed bezig. En zeg niet dat ik nu niet genoeg rails heb om het te repareren. Nou, In ieder geval... kunnen we er één ding van zeggen. Ik heb verloren met mijn inschattingsvraagje. Want ik ben nu al 4 minuten bezig. En jongens, ik weet... het is gemeen om dit mee te laten tellen... maar ik heb gezegd hoe lang het duurde voordat ik thuis was. En ik ben nog niet thuis.
Dus ja. Ik laat het gewoon meten. Oké, okay, kom op. Snel werken. Nee, iets zeg maar dat ik weer te weinig heb, hè. Dan ga ik echt zo boos worden op mezelf. Oh, toch niet. Nou jongens, voor de mensen die meer hebben gezegd dan 3 minuten. Ik denk dat jullie sowieso gelijk hebben. Het is nu al 4 minuten. Nu is het al 4 minuten, jongens. Ik blijf de tijd even vermelden. En ik heb gezegd dat voordat ik thuis ben. En ik heb niet bijverteld van zonder dit of zonder dat. Dus ja, dit telt gewoon. Als die zombie mij niet terugduwt, dan is het helemaal goed. Nee. Please. Oh, gelukkig. Auw. Goed gepikt. Please, nee. Oké, okay, tot nu toe is het, oh nee, nu heb ik de kip gedood. Zo. We zijn bijna thuis. We zijn bijna thuis. Oké, okay, de tijd is nu... Het is echt de langzaamste sprint naar huis ever. Normaal doe ik het echt veel sneller. Nou, jongens, de tijd is, om precies te zijn, 6 minuten 30. Ik heb er 6 minuten 30 over gedaan om hier te komen. En ik zat zo te denken in mijn hoofd voordat ik dit begon. Ik ga nu echt de snelste van allemaal doen. Ik ga zo snel als ik maar kan. Ja, als dit het snelste is wat ik kan, dan vraag ik me af wat het langzaamste is wat ik kan. Vierde. Dirt. Oké, okay, die chicken is gemaakt. Dus die chicken gaat daar. Rot op flesje gaat hier ook in. Is ook eten, laten we het zo zeggen. En is het nacht of is het dag? Nacht. Oké, okay, dan ga ik slapen. Oké, okay, Oké, okay, Nee, oh, die kant op. Bones daar. Waar heb ik de feathers trouwens gelaten? Ach, nou ja. Dat de feathers maar even weggooien. Even kijken. Wat wil ik vandaag doen? Verder nog dan sprinten. Wat ik eigenlijk wou doen, hebben we nu denk ik geen tijd meer voor. We kunnen het allereerst wel even proberen. Wat ik namelijk wou doen... Nee, we kunnen eerst iets anders proberen. Ik weet wat veel beters. We kunnen een achievement vandaag gaan halen. Wat ik eigenlijk wou doen is gewoon even wat Endermans inslaan. Maar ja. Wat we ook kunnen doen... Want hier hebben we geen tijd meer voor. Omdat we dan moeten wachten op de nacht. Wat we wel kunnen doen is dit. Bulter Notch Apple. Gaat wel heel wat goud aan weg, maar toch. Hoe bouwen die ook alweer zo'n ding? Heb ik nog een appel? Nee. Nou, dan gaat het goud daar even in. En dan ga ik even een appel proberen te krijgen. En waarschijnlijk komt dat uit de bomen, dus... Ik ga gewoon even een boompje mappen. Dan krijg ik vanzelf wel een appel. Dan moet ik wel weer gaan hout hakken. En dat is wel weer vervelend. Gaan die bladeren weg of niet? Nee. Ja, maar dat komt ook. Het kan ook wel zijn dat ze nog niet weggaan, omdat het bovenste stukje nog niet weg is. Oké. Okay. Nu gaan ze waarschijnlijk weg. Oké, okay, en please geef me een appel.
Geef me een appel. Veel vraag ik niet, alleen een appel. Zo moeilijk is dat toch niet? Voor een boom om eventjes een appel te droppen. Eén appeltje maar. Please. Alsjeblieft. Nou, voor even wachten. Weet je, ik ga de boom wel even helpen. Volgens mij verminder ik nu de kans trouwens, maar toch. Oké, nou dan gaan we even staan wachten. Ga ik even een verhaaltje erbij verzinnen. Op een hele mooie dag stond een persoon genaamd Ultra 93 naar de bladeren van een boom te kijken die aan het verdwijnen was, omdat hij graag een appel wou en hij die niet had. Dus hij bleef kijken. Hij blijft kijken terwijl de zon steeds boven de bladeren hoger uitkwam. En hij dag verstreek, zag hij nog steeds geen appel. Hij gaf de moed al bijna op. Maar net voordat hij de moed opgaf, had hij een idee gekregen. En het idee wat ik heb gekregen is namelijk, als deze boom niet werkt, ja, ga ik naar een volgende boom. Echt geweldig zoiets. Oh, in ieder geval een sapling. Drie saplings. Vier saplings. Oh, dat is tenminste dan mooi. Dan kunnen we... Nou, wat gaan we doen dan? Oh, rotten fles hier. Ja, ik moet even wat tijd winnen, want die bomen zijn nog niet klaar. Dat was een bosje. Dat ook nog. Kom op! Anders hak ik gewoon een andere boom op, maar. Heb je wel voor een notch apple een appel nodig? Ik zou het niet eens weten. Even kijken. Of nee, even denken. Had je daarvoor nodig? Ja of nee? Oh, nou, ik hoorde een kip een ei brengen. Maar ik zie nog steeds geen appel. Ik zou niet weten. Ik zou niet eens weten. Weet je dat? Dat ik dat nog niet eens weet. Of je... Volgens mij heb je er wel één nodig. Please. Geef. Mag ik nu mijn pijlen terug, alsjeblieft? Ah, ja, nee, niet bekogel mij met die pijlen. Please, een appel, 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 appel. Appel, 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 appel. Ik moedig die blaadje een beetje aan. Appel, appel, appel. Hoe lang duurt het voordat jij gaat vallen, überhaupt? Ik kon honderden bomen weghakken in de tijd dat jij bezig bent. Oké. Misschien moet ik jou even straf geven. Ga! Moet ik jou nou echt gaan helpen? Als je niet binnen een seconde valt, kom ik je helpen. Nee. Van een hele boom geen enkele appel gekregen. Dus hebben we de hele tijd gewacht voor echt helemaal niks. En hier kan ik best wel pissig om worden. Dus wat gaan we gewoon doen? Ik denk dat we gewoon even een beetje een boompje gaan omhakken. Deze ook een boom. Die gemaakt is van vier saplings. Dus het werkt wel vier saplings bij elkaar te halen. En dat zeg ik even gewoon puur tegen mezelf, omdat ik dacht dat het niet werkt. Maar ik voor de proef dat wel heb neergezet. Maar het werkt dus eigenlijk wel. En al het hout is nu weg. En ik moet echt even wat eten. Dus vlees. Ik hoop dat deze boom dat laat vallen.
Ondertussen hak ik deze boom ook nog even weg. Zo. Heb je ondertussen al een... Nou, saplings wel. Dan loop ik gewoon de hele tijd even tussen die bomen door. Nee, geen fakkel plaatsen, maar een sapling. En jij, heb jij al wat gedropt? Oh, dit is spannend. Dit is spannend. Dit is spannend. Moedeloos. Heel moedeloos. Loopt een koe. Door de savanne heen. Ik kijk naar hem. Hij zegt moe. En ik sla hem door elkaar. Omdat ik het woordje moe niet graag wil horen van hem. Hé. Hey. Het woordje moe hou je maar voor iemand anders, ja? Onbeschoft. En heeft die boom nou eindelijk eens een keer iets gedaan? Nee. Zijn een beetje op vakantie. Aan vakantie. Nee, niet aan vakantie. Ze zijn een beetje aan vakantie toe. Ja. Maar die kipjes zijn wel leuk. Oh, dit is trouwens leuk voor een screenshot. Het kipje. Blijf. Zo. Zo. Nu is het de wereldberoemdste kip. En dit is echt een hele irritante boom. Net zoals deze. Ik vraag niet zoveel, jongens. Ik vraag alleen een appel. 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 A-P-P-E-L. Appel. Maar ze willen niet echt goed te luisteren. En ik weet dat dit waarschijnlijk wel saai is nu. Maar toch. Ik moet een appel hebben. En anders... word ik gewoon heel erg verdrietig. Wat is trouwens hier? Hier ben ik al een keertje gefeest. Wel dat ik hier nog een keertje hier iron heb laten liggen of coal. Omdat mijn inventory vol was. Oh, nog niet eens. Nog niet eens. Ik dacht dat die grot trouwens veel verder uitliep, maar oké. Okay. En please, laat nu alsjeblieft... Niet eens een sapling, man. Nog even en ik ben die boom kwijt. Oh, deze gelukkig niet. Want deze dropt wel wat. Nou, als je er nog twee... Dank u. En please drop een appel. En jij drop iets. Een sapling tenminste. Want anders ben ik jou echt kwijt en moet ik helemaal via de zee. Daarom sla ik het je ook niet weg. Want ik weet als ik je wegsla, dan ben ik je kwijt. Nee, ik ga je wegslaan. Een boom die helemaal niks dropt. Oh. Maar deze wel. Dat was wel een hele snelle boom. Oh, mooi. Dan kunnen we toch nog een 4 boom maken. Sla dit even snel weg. Oké, het wordt nacht. Dat is mooi. Voor morgen. Want dan kunnen we morgen tijdens de nacht heel mooie dingen doen. Want ik zit nu alweer op de tijd. Nou, ik ga even in het huisje staan van Jim en Pim. Oh. Die op een of andere manier mijn kindje hebben gekregen. Maar toch. Kijk eens. Ik ga tegen jullie zeggen. Kijk eens door naar je mama. Help je mij? Help het graag mee. De volgende keer gaan we op zoek naar Endermans. En we gaan ze doden. En dat zien jullie de volgende keer. Want voor nu ga ik zeggen. Kijk eens door naar je mama. Help je mij? Help het graag mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. En dan zeggen Jim en Pim. En... ja. Hoe heet eigenlijk hun kindje? Hoe heet jullie kindje, jongens? Weet jullie dat heel zeker? Oké. Jongens, het nieuwe kindje van Jim en Pim heet Wim. Dus kijk eens, ik, Jim, Pim en Wim zeggen tegen jullie: doei!